Ja, het is ambitieus, maar ja, we willen wel echt heel graag verandering maken om dit taboe te doorbreken, om het bespreekbaar te maken. En dat taboe, daar ben je heel nauw bij betrokken. Ja. Want jouw broertje, Dominique, heeft vorig jaar een einde aan zijn leven gemaakt. En hij liet één bericht achter en dat was Forgive Me. Ja, klopt. Ja. Dat moet ongelooflijk heftig zijn. Ja, dat was het zeker. Ja, het was voor ons, we hadden het echt niet zien aankomen. En het is gewoon heel lastig. En hij heeft, het is eigenlijk een laatste vraag. En die heb ik al beantwoord. Ik vergeef het wel, maar je vergeet het niet. Nee. En begrijp je het? Hij moet met iets hebben rondgelopen wat tot geen uitweg meer leidde. En dat was voor hem nog maar één optie. En ik kan wel begrijpen dat hij op zo'n manier vast heeft gezeten. Dat hij echt niks anders meer zag en niks anders meer kon bedenken. Ja. Want je vertelde me ook dat jullie zagen het niet aankomen. Het was niet het idee van, we moeten op hem letten, want misschien gaat hij anders gekke dingen doen. Het heeft je echt overvallen. Ja, klopt. Het heeft ons echt overvallen. Ja. En dan is zo'n laatste vraag van Forgive Me best een heftige ook. Ja. Ja. Ja, dat klopt. En hoe ga je daar dan nu mee om? Nu, je staat ermee op, je gaat ermee naar bed. Dus ik denk er vaak aan. En, ik probeer eigenlijk het een beetje te veranderen in een soort motivatie om er iets aan te doen. Om het te kunnen veranderen voor anderen. Om